Ja, doe maar. Is je lekker? Ja, ik wacht eigenlijk op mijn date. Chicken of granade? Ja, granade vind ik wel lekker, maar er zit heel weinig in. Allemaal. Welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag dinsdag 4 april 2023. Ja, en het is nu 10:01 in de middag. Ja, ik heb Ro ook aan de telefoon. En ik ben met deze aan het lopen en met die aan het lopen. En Ro die heeft weer goed toevallig Lovely bij hem. Want Lovely wordt een beetje rustiger en... Ja, die heeft het even nodig op dit moment om even alleen te zijn. Nou, en dan overdag is ze bij mij. Helemaal goed. En ja, ik moet sowieso ook nog wat boodschapjes doen voor een buurvrouw van mij. En ik moet even nagellak remover hebben. Kan ik even dat weghalen. Dus dat moet ik ook sowieso even doen. En ja, we gaan wel zien wat mijn dag brengt. En sowieso heb ik nog zo straks een date. Ik weet niet hoe laat hij thuis is, maar dat zien we dan wel weer. Ja. Dus, maar voor nu wens ik wij jullie wel weer heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ja, doe maar. Is je lekker? Even kijken. Doe maar. Lekkere schat. Wat is er lekker? Ja. Lekker kriebelen. Ja, dat is lekker. Zo, goed zo. Even doe maar. Ja, kom. Ja. Ja, goed zo hoor, schat. Ga je weer rollenbollen zo of wat? Of plasje doen? Ja? Versnuffelen, hè? Kom maar, ga mee. Kom maar, ja. Goed zo. Nee, toch maar niet? Nee? Even lekker snuffelen. Wat is leuk, snuffelen. Kom, ga mee. Goed zo. Ja, lekker. Goed zo, schat. Ja, ik wacht eigenlijk op mijn date. Ja, zoals ik jullie gisteren al heb gezegd. Maar mijn date die zit nog ergens daar richting Amersfoort. Dus ik moet nog gewoon geduld hebben. Het kan ook nog vanavond zijn. Maar ja, ik ben dus ook bezig met de vlog aan het maken, want ook dat moet gewoon gebeuren. Ik kan wel leuke dingen gaan doen, maar ja, hè, ik wil er ook wel uit. Maar hè, eerst maar even dit even gaan doen, vlogs maken. En dit is namelijk voor de, boe, mag ik niet liegen, voor 7 april. Dus het is nu 4 april, dus ja. Dus jullie zien ook wel weer dat ik niet echt helemaal meer vooruit loop. Ja, oké, ik loop wel vooruit, maar niet dat ik voor 10 april of zo moet gaan maken. Of voor 20 april, nee. Maar oké, maakt allemaal niet uit. We gaan er wel weer eventjes wat van maken. Kijk, gisteren hebben we een hele leuke tour gehad. Heb ik jullie ook met lekker meegenomen. Dus een hele rare tour. Ik denk, ja, weet je wat, ik ga die straat in en geen... Dan vergaat je aan, hè? Ja, oké. Ik had het wel aan, maar ik had geen thuislocatie ingesteld. Dus ik heb gewoon op de Bonnevoy gewoon gedaan en zoek het eruit. Want dat vind ik gewoon tegenwoordig leuker. Want zo leer je dus namelijk je land te kennen. En de leuke dingen dus. Ja. En we kwamen uit bij de Keukenhof. Ja. En nou ben ik dus, nou wat ik al zei, een vlog aan het maken voor 7 april. Dus ja... En dat is namelijk, ja, voor iets leuks en voor mijn auto. Ja, dat hebben jullie dus nog niet gezien. Nee, dat is namelijk voor mijn auto. Ja, dat ik mijn bandjes ging wisselen. Ja,
En dat ik ook nog wat leuks om en om mijn vel deed. Maar daar heb ik me anderhalve dag van kunnen genieten. Maar ja, weet je, shit happens, mispoes, appelmoes. Kan gebeuren. En we gaan gewoon weer even gezellig door. Ja, en dan zie je me lekker klungelen. Maar het staat wel, weet je. Maar helaas mijn anderhalve dag van kunnen genieten. Maar kost ook wel weer wat, zeg maar. Omdat we het kunnen en willen gaan doen. Dus wil je mij nou sponsoren? Ik zou zeggen, abonneer even. Ja, abonneer. Want dan kan ik dat gaan doen allemaal voor de auto. Als jullie leuke content wil hebben even over de auto. Moeten jullie allemaal massaal gaan abonneren. Ja, echt wel. Dus, nou, ik ga even een vlogje verder afmaken. En dan komt het vanzelf helemaal goed. En ik ga mijn soepje opeten. Ja, ik ben sowieso dus nog een vlog aan het editen. Maar ik heb niet zo heel veel geduld, zeg maar. Nee. Als ik ergens een afspraak heb of zo, dan heb ik iets van, geef mij gewoon een tijd of zo. Weet je, ik kan daar heel slecht tegen om te gaan wachten. Dat is dus door mijn maagverkleining, dan krijg ik een soort van krampgevoel. En dat had ik ook wel even middag hoor, met rijden. Maar dat was echt gewoon een domme Agnes. Maar dit is echt gewoon van, het is spannend. Maar hij is waarschijnlijk weer onderweg, want we zouden dus eerst alleen wat drinken, maar we gaan dus ook nu lekker eten samen. Hoe bedoel je? Karen heeft een date. Karen heeft een date. Oh mijn god, oh wat slecht. Maar ja, Roderick die heeft ook al gezegd van, have fun met Alex. Dus het is je gegund. En dat vind ik ook wel weer lief van Roos, zeg maar. Maar ja. Ah! Ja. Mijn god. Ja. Wie wat waar? Oh. Oh! Wil iemand naar binnen? Dat is Lady. Ha. Zal ik jullie even meenemen gelijk? En ik ga Ro even zo bellen, want die gaat buiten lopen op zijn werk. Ja, Lady, kom maar aan, schatje. Oh, wees zo, Lady, zielig. Oh, en ik moet hier ook gaan opruimen, dat weet ik ook. Nee, Lady wil naar binnen. Kom, ga naar de andere kant. Kom maar, kom. Lady, kom, naar binnen. Kom, lopen. Goed zo. Hé, mijn god. Oh. Dus, ja, wat ik al zeg. Het is dus... een bakje doen, drinken, weet ik veel. Maar ik moet ook nog rijden, dus... ja, wat leuk, wat gezellig. Ja. En dan, daar is ik al... Ik ga er ook zo even bellen, want die gaat... buiten lopen. Dus die ga ik nu even bellen. Dus, ja, Even wat spannend. Ja, weinig te doen. Nou ja, weinig. Een hele hoop te doen, want ik wil dit ook eens een keertje allemaal gaan opruimen. Ja. Alleen mijn hoofd dat wil nog niet helemaal en mijn lichaam niet. Nee. Dus ja, maar dat komt vanzelf. Dat wel eens een keer. Oh ja, wat ik ook wil zeggen. Stel, jullie krijgen iemand op bezoek. En nou ja, of je geeft de sleutel voor jou, hè? Ga maar even dat even doen. Waar zou je dan naartoe lopen? Het is maar net waar je even naartoe moet. Hè? De keuken of de wc of... Hé, hey, doe lief. Op dit moment dan eventjes de wc. Loop je dan gelijk even naar een woonkamer toe? Volgens mij niet. Dan loop je toch als je naar een wc toe moet... Hé, hey, naar een wc. Ja. Maar... Ik heb hier dus, zoals jullie weten, heb ik hier een leuk, mooi apparaatje staan. De Google. Ja, dat apparaat dus. Nou, ik vraag dus altijd aan het besturingssysteem hier in mijn hele huis voor de lampen. Zal ik jullie wat laten zien? Oeh, dat deed zeer. Ik heb hier heb ik een stickertje op, zoals jullie kunnen zien. Niet aan mijn sticker komen, want ik heb hier alles... via Google. Dus je moet niet hierop drukken als je verlichting aan wil. Ook of niet uit, gewoon niet
uitdoen of aandoen als ik hem al aan heb. Ja. Niet doen. En daarbij, ik zie alles op de camera's. Super handig. En als ik al camera's aan heb voor de dieren, zoals in en in de wc, laat hem aan. Gaan daar niet mee lopen klooien. Want het is je huis niet. En ik kan je wel zeggen, ja, maar hoe kun je hier nou in leven? Ja, ik leef hier gewoon even op dit moment in. Simpel. Ook, nou ja, je kan hier toch gewoon lopen. Ja, oké, okay, er staat hier een beetje troepjes. Nou, dat moet ik even opruimen. Ja, het is hier een beetje bezaaid. Maar hey, hallo, ik leef tenminste. Ja. En ja, weet je, voor de rest ziet het toch netjes eruit, lijkt mij. Ja, daar is ik al. Ja, oké. Okay. Dit ben ik nu aan het uitzoeken. Dat moet weg. Ja, nou, dat is nog leeg. Maar dat moet ik inderdaad uitzoeken voor in mijn eigen auto. Wat weg kan, moet weg. Dit moet ik ook uitzoeken. Nou, dat ga ik allemaal nog doen. Nou, dit is voor werk, et cetera, bla, 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 bla. Nou, dit moet weg. Dat moet nog naar Ro. Maar Ro, die vindt het leuk om hier te houden. Helemaal goed. Deze hele doos moet nog even uitgezocht worden. Dus, ja... Ja, maar het ligt even overal. Maar dat heeft iedereen wel eens als ze bezig zijn. Toch? Ja, maak er niet zo'n big deal van. Als je ergens naar een wc toe gaat of naar een keuken of weet ik veel wat. Iedereen leeft zijn eigen leven. Ja, en als ik dat dan even hoor. Ja, sorry. Mijn excuses, wel. Ach ja, maakt niet uit. Maar ik ga even, wat ik al zei, Ro bellen. Ik heb er zin in en ik weet niet wanneer mijn andere lieve schat thuis komt. Maar ik hoop dat hij zo meteen thuis komt. Dan ga ik mijn auto even verzetten en dan kan hij daar niet staan. Namelijk, zal ik ook even zo zeggen van you. Let me know wanneer je thuis bent. I'm back you to go home. Want dan kan ik mijn auto verzetten. Altijd handig. Wat duurt wachten lang? Dat kan ik jullie wel vertellen. Wachten duurt gewoon sowieso altijd lang. Maar dit duurt echt mega lang. Wachten. Nadada. Maar ik kreeg al wel de vraag. Chicken of granade? Ja, granade vind ik wel lekker, maar er zit heel weinig in. Dus geef mij maar lekkere kip. Dus chicken. Goeie hi. Ja, met kip. Ja, lekker met kip. Ik vind het helemaal goed. Ik ga niet moeilijk lopen doen, weet je. Geen zin in. En dat is een lieve schat, dus ja, waarom zou ik moeilijk doen, hè? Ik heb daar geen zin in om moeilijk erover te gaan. Nee. En die heb ik dus nu ook al gedaan. Nou, kijk alweer, dus voor en voor 7 april heb ik alweer gedaan, jongens. Och, wat doe ik het ook weer goed. Even plannen. Wel ja, joh, even plannen. De 7e op een vrijdag. Hé, hey, hoe toevallig. Het is nou dinsdag. En ik verveel me rot omdat ik gewoon moet wachten. Normaal dan zit ik met zoveel ideeën, maar nu zit ik met mijn date, zeg maar. En Rode zou ik als zeggen, ja, maar als je maar gewoon plezier hebt, ja. Maar ik heb ook al tegen hem gezegd, ik moet Rode nog ophalen. Dus ik kan ook weer daarna ook weer nog een skate komen. Dan kunnen we wel eventjes gezellig drinken. Wat ben ik ook erg ook. Nee hoor, Karen is niet verliefd. Nee, kom je erbij. Nee, Karen is totaal niet verliefd. Nee joh. He, en de hele buurt weet het. He? Ja joh. Oh mijn god. Jezus mina. Ja. Zo. Ja, ik zal eens even reclame maken voor iemand. Als je... Als je van gamen houdt... Houdt, ga dan zeker eens kijken. Nee. Hou je van gamen? Dan zit je hier goed. Nou! Wie, wat, waar? Ja, wat, wie, wat, waar allemaal? Oké, okay, thank you, my darling. Thanks.
Mijn darling. Dat is iemand anders. Dat is een buurvrouwtje van mij. Die heeft sinds kort haar maagverkleining gehad. Ga je van gamen? Ga dan. Ga dan kijken. Oh. Nou. Zo. Game. Ja, wat? Niet nu. Game je graag? Check. Dan dit kanaal. Ja, gamer. Ja hoor, gamer. Jeetje, mine. Game. Zo. Game. Dat is ook weer niet goed. Ik mag maar 30 en 30 dingen hebben. Zo. Opslaan. Ja, en ik moet wachten. En vind ik dat leuk? Nee! Dat vind ik onleuk. Maar ja, ik ga nog wel even wat aan mijn haar doen, jongens. En waar jullie gewoon bij zijn. Ik vind het leuk. Mijn zonnebril op. Die heb ik al de hele dag al op. Ik heb mijn nagellakken trouwens al af. Dat heb ik al lang en breed vandaag gedaan. Anti-klitspray. Spuit ik ook. Ja, spuit. Spray ik ook nog wel eens over mijn eigen huid heen. Dus lekker even. En ik doe niet anders dan normaal. Want ik. En ik heb me al anders aangekleed. Dus mooi. Zo, lekker even. Ja. Daar zeg ik al, ik heb me al anders aangekleed, dus prima. Die nog 6 minuten, dus dan heb ik nog 9 en ik ga deze legen. Ja, dat ga ik dus nu eerst doen. Dus ja, het moet ook gebeuren. Joop, jippe de pepje de poepje, jippe de poepjeprop. Yes, ik lig weer lekker op bed. En ja, dan weet jij het wel. Dat is dus de vlog afsluiten en dat ga ik ook doen. Dus... vind jij dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, doe het hele riedeltje. Dat is abonneren, duimpje omhoog, belletje aan en even een leuke reactie achterlaten. Dat zou ik onwijs leuk vinden. En dan zou ik zeggen weer, dankjewel voor het kijken en graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao!